Speciaal mevrouw Cairo bedanken, die kinderen die met het idee komen om een stichting in het leven te roepen. Dat stelt me goed, ik voel me heel goed. En vooral nog dat die stichting, de naam van die stichting, ik vond dat heel geweldig. Ja, maar mijn naam wordt vereerd, Stichting Ronnie Brunswijk. Dat boom. Op een gegeven moment moet ik mensen dagelijks helpen. Er komen mensen, kabinet, nu niet meer zoveel thuis, want ik ben verhuisd, dus dan zap ik me dan direct. Maar het is een dagelijks proces bij mij dat mensen komen voor hulp. En je ziet, op een bepaald moment zie je dat bepaalde mensen inderdaad hulp nodig hebben. En ik weet niet, mijn hart is zo zwak dat ik niet ga zeggen van ai, iemand komt en die persoon wordt niet geholpen. De stichting hebben wij opgericht om hem eigenlijk een beetje een steun in de rug te geven. Om eigenlijk structuur te brengen in alle activiteiten wat hij doet. Op elk vlak waar er mensen zijn die hulp nodig hebben, springt hij in. En op een bepaald moment, met name Meredith, zei tegen me, van mams, papa moet soms ook weten hoeveel geld hij uitgeeft en hoeveel hij besteedt. Ik denk dat hij aan het eind van de week of aan het eind van de dag zelf niet weet hoeveel hij heeft uitgegeven. Dus eigenlijk ontstond daar al een beetje het idee van, we moeten een beetje richting helpen geven. Om die structuur gewoon anders loopt de spuigaten uit. We denken dat ik dat een snapje stikken is. En dat is voor je dat je eenheid komt in al die stikken. We boeren door de Sranamang en we tjaren gewoon de risico dat we een hoekere hoekte. Ja? We moeten toosten voor een stichting van de Brunswijk. Ik ben zeer onder de indruk. Ik ben verrast. Maar nu realiseer ik me dat het heel beter is. En dan ook niet heel drukte bij mijn kabinet daar. 200 mensen per dag. Je gaat niet werken. Dus als iemand daar komt, kan ik zeggen van er is een stichting. Gaat u daar aanmelden. Dan kunnen die mensen hier komen. Dan word je geregistreerd. En als het noodzakelijk is, dan word je geholpen. Baby, heeft u een indicatie hoeveel u per dag of per maand uitgeeft aan sociale hulp? Oei, meneer Sabier, ik weet het niet hoor. Nagados even je mee. Want echt veel. Echt veel. Ik zeg, er komen wel zo 200 mensen per dag. Ja, als je al die mensen 100 SRD geeft. Andere mensen willen 1000. Andere mensen, ik weet het niet. Andere mensen kunnen niet voor hun huis betalen. Terwijl je bij een paar voor je. Zulke problemen krijg je ook. Terwijl die dingen geen problemen zijn in feite. Maar volgens mij ziek dan direct misspringen. Dat vind ik, als je ziek bent, je kan je dokter niet betalen, dan moet je direct hier. Ja? Mensen die in nood zijn, gezinnen die geen enkele brood of tafel kunnen brengen, dus we zien ze dat die, denk maar, ik dus maar goed. Dus die dingen wil ik direct ingrijpen met one JP. Met deze stichting willen we een overzicht hebben van alle sociale activiteiten van de heer Ronnie Brunswijk. Als geen ander weet ik hoe hij zich inzet om mensen te helpen. Ik kan me jaren terug herinneren
We waren niet zo lang terug van Stoma's Eiland. Terug. We waren ons gaan vestigen in Mungo. En er kwamen al mensen om hulp. Hij had geen geld, maar hij had wel een gouden ketting. Atika Kitty, apanting om de persoon te helpen omdat de persoon zijn huis verkocht zou worden. Hij op straat dreigde gezet te worden. Ik denk dat het daarmee begon. En ik kan me geen geval heugen waarbij hij de persoon heeft weggestuurd. Gezegd Mino Abing. Als hij het op dat moment niet heeft, zegt hij, kom terug, kom zo'n dag of kom zo'n tijdstip terug. En als hij het niet heeft, dan verwacht hij wel dat ik het heb. Want dan vraagt hij me soms, heb je zoveel voor me? Of hij belt, ik stuur iemand, geef die persoon zoveel. Maar met vrouw zit dat aan stikte niet zie. Dan af gaan met de moeder, laat ze hier komen. Ik hoef niet meer daar te komen. Ik kan. Zoek wat moeien, ik kan starten met je foundation. Ik kan zoeken wat moeien. Hoeveel gaat u starten nu? Ik zou je om een miljoen. Die vrienden, ook geen miljoen. Oh, meer, ik zou je om een mabie. En, gelukkig, ik heb me over naar Goodbussy. Dan kan ik zeggen dat je een jonge man. Zorg ervoor dat je elke maand zoveel kilo koud zit hier. Je hebt dus maar toch? Hoeveel had je zoveel zijn? Hoeveel denkt u? Ik weet het niet, als je maar bijvoorbeeld elke maand 2 kilo zet. Ja, dat is dat 2 maar 120.000 US.